Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Inmiddels is het alweer 2 weken geleden dat ik een video heb geüpload. En ik ben ondertussen naar Ibiza geweest. Het was mijn allereerste trip in 2 jaar. Dus echt wel een tijdje terug. Ik moet zeggen dat ik nog best wel moet bijkomen van de reis. En wat we allemaal hebben meegemaakt en gedaan. Ik had mijn vlogcamera wel meegenomen. Alleen ik had gewoon zo geen behoefte om daar te filmen. Ik heb wel wat foto's en video's gemaakt op mijn telefoon. Dus mocht je dat leuk vinden, dit is mijn Instagram. Ik wist niet dat Ibiza zo'n puur en mooi eiland was. Ik had eigenlijk geen verwachtingen en het heeft me zo verrast. Het was echt magisch gewoon. Het was echt een hele bijzondere reis. We hebben eerst de retreat gehad en daarna hebben Lynette en ik er nog een paar dagen aan vastgeplakt. Om zelf Ibiza te gaan verkennen. Dus het was echt super, super leuk. Inmiddels ben ik dus een dagje thuis. Ik heb mijn huis een beetje schoongemaakt, dingen opgeruimd, koffer uitgepakt, wasjes gedraaid. Nou goed, je weet het wel. Ik vind het altijd heel erg fijn om mijn huis lekker schoon te maken als ik terug ben. Daarnaast kreeg ik echt een mega groot pakket binnen van Vonk. Dit deel van de video is dus ook in samenwerking met Vonk. Ze vroegen mij om mijn slaapkamer een mini makeover te geven. Dit is echt perfect, want mijn slaapkamer heeft ook echt een upgrade nodig. Dus ik ga jullie in het proces meenemen. Echt mega veel zin in. Alle spullen liggen hier, dus die ga ik zo meteen aan jullie laten zien. En daarna gaan we naar boven om de slaapkamer te upgraden. Vonk heeft een aantal trends uitgelicht op hun website met daaraan items gekoppeld. Ik had zelf de trend Classic Desire gekozen. Ja, ik vond de items echt mega mooi. Het past echt precies in de stijl van mijn huis. Ze omschrijven de trend zelf als het verlangen naar vroeger. Die ervoor zorgt dat klassieke iconen een comeback maken in het huis. Dus ga los met geruite prints, donker hout en waan je terug in het verleden. Door kleuren als okergeel, steenrood en warme bruin tinten. Nou, zoals jullie weten is mijn huis best wel gebaseerd op bruin tinten. Dus het past echt perfect. Allereerst heb ik deze 2 items. Dit zijn super cute kussentjes. En deze komen op mijn bed. Yay, yay, yay. Echt mega cute. En zoals je kan zien passen ze ook echt perfect in de stijl die ik eigenlijk nu al heb. Dit is toch cute. Ik vind die bolletjes hier echt mega leuk. En de kleur is een soort van crème, off-white kleur. En ze zijn ook nog eens lekker zacht. Dus dat is perfect. Dus ik heb deze 2 kussentjes uitgekozen. Ik denk dat ze echt super leuk gaan staan op mijn bed. En ik ben echt obsessed met deze dingetjes. Zo cute. Ik zet alle items uit deze video in de beschrijving. En ook de productpagina van de Classic Desire Trend. Zodat je alles kan terugvinden. Dus check de beschrijving mocht je dat leuk vinden. Deze zou trouwens ook echt super leuk hier staan. Het is echt precies dezelfde vibe. Om bij het bedgedeelte te blijven heb ik 2 supermooie dekbedovertrekken uitgekozen. De eerste. Echt zo'n mooie kleur. En ik heb ook nog deze uitgekozen. En dit past echt heel erg goed ook in mijn slaapkamer. Het materiaal is katoen satijn, als ik het goed heb. Ja, katoen satijn. Dat is vet chill. Het lijkt echt gewoon dezelfde kleur als mijn bank. Echt bijna. Echt mega zacht. Ja, helemaal leuk. Jullie gaan ook helemaal zien hoe ik het ga stylen. Dus ik ben heel erg excited. Kijk hoe mooi. Dit is het volgende item. Ik miste echt een lamp boven. Dus toen ik deze zag, was ik verkocht. Ik ben zelf ook echt benieuwd. Ik ben zo bang dat ik het kapot maak. Oh god, oh god. Oh, echt heel cool. Zo chic. Hello. Het heeft een soort van porseleinen vibe. Zo mooi. En ook dan die rand aan de bovenkant. En deze mooie gouden rand aan de onderkant. Ik heb dus ook een vaas besteld. Ik dacht, ik moet hem hebben. Ik moet hem gewoon hebben. Kijk deze parel. Het is gewoon echt een parel. I love it. Het is een beetje gerookt glas. Alleen dan met ja, een soort peach kleur. Dus deze echt mega mooi. Ik dacht er zelf aan
om of van die pluimen zoals hier erin te doen. Of misschien graan of gedroogde bloemen. Ik denk dat deze heel erg mooi boven gaat staan. En dan als laatste qua deco zag ik dit superleuk plankje met kaarshouders erop. Deze allereerst. Nou, dit is toch helemaal mijn stijl. Als je de verhuisvlog hebt gezien, dan weet je dat dit soort dingen echt helemaal mijn stijl zijn. Deze super schattig bij. Beetje met een gelige kleur. Deze is er nog bij. Ook heel nice. Het gouden element erbij. En dan nog een kleintje. Ik vind het als plankje echt super leuk. Ik vind het ook leuk om bijvoorbeeld deze twee bij elkaar te doen. Of deze twee. Dus ik ga nog even kijken of ik echt het plankje echt ga neerzetten. Of dat ik de kaarshouders verspreid over mijn kamer ga doen. Dus dat gaan we zien. Ik ga jullie meenemen naar boven. Voor degene die het nog niet weten. Ik heb een loftwoning. Dus hierboven is mijn slaapkamer. Dus we gaan hier met de trap omhoog. Ik ga jullie eerst een before laten zien. En dan gaan we het stylen. Dit is op dit moment mijn kamer. Tadaa. Het is op dit moment wat donkerder dan normaal. Het is gewoon zo slecht weer dat het hier wat donkerder is. Zoals je kunt zien heb ik hier een klein vaasje met gedroogde bloemen. Ik vind hem nogal klein bij de spiegel. Dus ik dacht, hier past die vaas perfect. Het is gewoon iets hoger, iets meer. Ik vond het toch wel erg mooi om die gedroogde bloemen erbij te doen. De vaas is zo prachtig. Ik vind het echt heel mooi dat het van dat lichte glas is. En qua hoogte past het ook perfect bij de spiegel. Ja, dit is echt zo mooi. Ook vanaf beneden is het echt een eyecatcher. Ik heb eventjes mijn andere camera erbij gepakt. Deze pakt iets beter het licht. Het is hier echt heel donker. Het komt gewoon door de herfst. Ik ben echt zo blij met al mijn spulletjes. Tijd voor het eindresultaat. Ik ben echt mega blij met het eindresultaat. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het dan ook zeker weten in de reacties. En ik ben ook heel erg benieuwd wat voor content jullie nog meer zouden willen zien op mijn kanaal. Ik ga weer wekelijks uploaden. Mega veel zin in. Dus feel free om hieronder in de reacties te laten weten wat je heel graag zou willen zien. Of weer zou her willen zien op mijn kanaal. Ik ben heel erg benieuwd. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En abonneer ook op mijn kanaal voor wekelijkse video's. Was dat het? Dat was het. Ik zie jullie in de volgende video.